Goedemorgen en welkom bij dag 2 van Vlogmas. Het is zaterdag en het is 10:30. En voordat ik ga zeggen wat we gaan doen, wilde ik even zeggen dat ook al is het Vlogmas en gaat het om kerst. In Nederland vieren we natuurlijk ook Sinterklaas en daarom is het nu even Sinterklaastijd. Oké. In Oegstgeest, ons eigen Oegstgeest, komt ook Sinterklaas. En echt op 2 minuten loopafstand. En over 1 minuut is hij er. Dus wij moeten heel snel gaan om Sinterklaas te spotten. Woehoe! Joran die moest echt weg, want die moet weer werken in Utrecht. Dus we hadden een glimp van Sinterklaas bevangen, maar niet echt goed gezien. Maar goed, we weten hoe die eruit ziet. In ieder geval, ik zei net dus tegen Joran, zullen we vanavond ons schoentje zetten. Nou, dat was ik echt al een week van plan of zo, om vandaag te doen. Want ja, dat doe ik wel vaker. Dat doe ik meestal wel elk jaar en dan koop ik iets kleins en dan krijgen we cadeautjes. Maar dit jaar heb ik per ongeluk iets groots groots. In ieder geval wel een stuk duurder dan ik eigenlijk in een schoentje wil stoppen. Ik heb namelijk een pyjama broek voor Joran gekocht, omdat hij er echt een nodig had. Hij had er namelijk eentje, maar die was helemaal open, helemaal kapot gescheurd. Dus die kan hij gewoon eigenlijk echt niet meer aan. En die was iets van 15 euro of zo. Eigenlijk al iets te duur voor iets in een schoentje. En ik heb ook een kerstpyjama broek, die jullie als het goed is ook al in de intro hebben gezien, voor mezelf gekocht. Want ik wilde eigenlijk niet echt, ik wilde voor mezelf wel echt iets kleins. Ik dacht, ja, ik ga niet voor mezelf iets duurs kopen. Maar toen zag ik die pyjama broek en dacht ik, oh, ik wil hem. Ze zijn allebei van de H&M. En ik heb ze via internet gewoon besteld. Ik hoop dat ze passen. Maar ik ga ze nu even inpakken. Zodat ik ze vanavond 's nachts stiekem in het schoentje kan doen. Dit is die voor Joran. Hij is groen. Ik wilde heel graag een rode, want die heeft hij nu ook. Maar ja, daar kon ik gewoon geen mooie vinden. Nee, groen is zijn andere lievelingskleur. En ook op zich wel kerstig. En dit is de mijne. Dan ga ik nu lekker inpakken. Lopen. Wat vroeger dan normaal, want ik moet zo weg. En waar ik heen moet is heel spannend. Ik heb namelijk straks dansauditie. En dat is gewoon van mijn eigen dansschool. Maar ze gaan echt een productie maken. Dus echt niet zeg maar, elk cursus heeft een dansje van 3 minuten. Maar echt zeg maar stukken van 10 minuten. En nou, er zijn dus audities voor, dus alleen goede mensen worden aangenomen. En het is eigenlijk allemaal modern en ballet. Nou, ballet zit ik echt in niveau 2. Ben ik echt niet goed genoeg voor. En modern ben ik waarschijnlijk ook niet goed genoeg voor. Maar ik dacht, ja, ik ga toch auditie doen. Want ik wil niet later spijt krijgen of zo. Van, oh, misschien was ik toch goed genoeg geweest. Maar er waren 2 stukken waarvoor er niet een heel hoog niveau modern werd gevraagd. Dus waarbij ze zeiden, ja, als je gewoon wat ervaring in modern hebt, is het goed. Dus die 2 ga ik proberen. En ik ben zo zenuwachtig. En op zich
ken ik het allemaal wel. Ik ken de docenten. Nou, eentje ken ik niet echt, maar ik weet al wie het is. En ik zal ook veel mensen die erop afkomen kennen. Maar ik ben zo bang dat ik echt... Ik presteer niet zo goed onder druk. Behalve als ik echt op het podium sta, dan wel. Dan heb ik echt adrenaline van het publiek en zo. Maar over het algemeen presteer ik niet goed onder druk. En modern is ook gewoon niet echt mijn dansstijl. Ik ben eigenlijk meer van de hip-hop. Dus ik ben echt heel zenuwachtig en bang. Ik ben echt heel bang dat ik mezelf totaal voor schut zet. Maar ja, daar ga ik zo heen. Ik ben heel benieuwd. En ik hoop niet dat ik huilend terugkom. En ik hoop dat ik mijn gezicht nog kan vertonen daarna op mijn eigen dansschool. Zou leuk zijn. Het is 12:30 en ik moet snel gaan. En ik ben zo zenuwachtig en bang en ik wil niet. En ik hoop dat het meevalt, oké? Doei! Nou, ik heb net één auditie gehad. En het was echt niet leuk. Het is zeg maar... Het ging niet eens zo heel slecht als ik had verwacht. Er waren echt wel dingen waarvan ik denk, nou, dat deed ik niet mooi. Maar het was niet dat ik me echt schaam dat voor wat ik heb gedaan. Dat is het niet. Maar het is gewoon niet leuk. Ik kan gewoon niet genieten van dansen als er zo'n druk op zit. Ik kan alleen maar denken van, oh, dan ja, presteer nu. Geen fouten maken. Oh, dat zag er niet uit. En boos op mezelf worden. En ja, dus het is gewoon niet leuk. Ik vind dansen veel leuker. Ik wil gewoon heel graag meedoen aan die productie. Dat lijkt me heel gaaf. Maar als er dan zo'n druk op zit, als ik dan zo als ik echt auditie moet doen en er is zo'n druk, dan kan ik er in ieder geval niet van genieten. Dus dat is heel jammer. Maar goed, het zou me niet verbazen als ze me niet kiest. Maar ja, ik heb in ieder geval wel ook wel wat laten zien dat ik denk, oh, dat ging wel aardig. Maar ik heb nu de volgende. Ik hoop dat hij iets minder naar voelt. Ik hoop dat de groep wat kleiner is. En ik ken daar de dansdocent. En... misschien dat dat ook een beetje scheelt, dat ik minder druk voel, omdat ze misschien al een beetje weten hoe ik dans. Maar ja, het is in ieder geval niet heel leuk. En ik ben net even de stad in geweest om mijn haarbandje te halen van voor Sinterklaas. Ik ga nu naar de tweede auditie. Nou, ik zit op de fiets naar huis. En die auditie van net was echt zo leuk. Ik weet niet waar het precies aan lag. De stijl lag me meer, denk ik, weet dus wel waar het precies aan lag. De stijl lag me meer, de docent was bekender, de groep was bekender. Het was veel minder druk en het was gewoon echt leuk. Ik ben echt helemaal blij nu. Want die eerste was gewoon niet leuk. En de dans was heel gaaf en ik zou er graag mee willen doen. Maar ik voelde me wel heel erg alsof ik echt moest presteren. En ook alvast alsof ik niet goed genoeg was. Terwijl bij deze voelde ik me echt helemaal blij en leuk. En ik kwam, toen ik wegliep, kwam ik de opperdansschooldocent tegen. Dus de baas van onze dansschool, zeg maar. Zij is mijn docent voor ballet en dancehall. Dus zij kent mij. Ze vroeg aan mij, ja, weet je al welke je wil? En ik dacht, welke ik wil? Ik ben al heel blij als één van de twee mij wil. Dus dat is wel grappig. Andere mensen kijken er heel anders tegenaan. Oh, welke wil ik? Ik denk, ik wil gewoon meedoen. Wil iemand mij, alsjeblieft? Dus dat vond ik wel heel grappig. Dus misschien moet ik er ook wel gewoon naar kijken van welke wil ik. Dus ja, dan ben ik heel blij. En het is 4:15. Ik ga even snel naar de Pets Place om iets van Pip te halen. En daarna nog een boodschappen doen en dan snel naar Pippi. Die is heel lang alleen, dus. Het is restjesdag. En over een half uur moet ik weg, want ik ga oppassen. Maar we gaan nu even eten. Dit is wat we gisteren hebben gegeten. Dat is wat we, weet ik niet meer, ooit hebben gegeten. En ik heb net nog wat couscous erbij gemaakt, omdat het niet genoeg is waarschijnlijk. Voor Tanja. En we gaan nu even lekker lama's kijken. Daarna moet ik weer gaan. Oh nee, we gaan eerst ons schoentje zetten voordat ik ga. En liedjes zingen. Heel hard, zodat Sinterklaas het hoort en hij vannacht langskomt. Hebben we er tijd voor? Ik hoop het. Het is tijd om ons schoentje te zetten. Schoentje. Pak je grootste schoen die je hebt, joh. Dat was een laars. Nou, die staat er al. Dat is mooi. Kijk. Maar die staat er al. Oeh, het schuilt hier. Nee, maar laarzen mag niet. Dat mocht nooit. Nee, mag dat niet meer? Nee, zo werkt dat dus niet, hè. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank je, Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in mijn lege, lege tonnen. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Zie de maan schijnt door de bomen. Makker staakt uw wild geraas.
Heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gart. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gart. Zwarte Piet ging uit fietsen, toen knalde zijn band. Toen moest hij gaan lopen met de fiets aan zijn hand. Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smid: ik geloof dat er in mijn achterbank een pepernootje zit. De smid begon te lachen en zei: malle Piet, een pepernoot in je achterbank, dat kan helemaal niet. Hij pakte zijn fietspomp en pompte hem op. Zwarte Piet nam een reuze zwaai en sprong er weer op. Oh, ik ken de tweede couplet helemaal niet. Gaat lekker. Zo, nou krijgen we cadeautjes en stopjes. Als we gaan slapen. Ja. En als we lief zijn geweest. En als we hard genoeg hebben gezongen. Ja, oké. Ik heb het gevoel dat ik altijd een gedichtje maak. Ja, een gedichtje misschien ook in mijn hand niet. Misschien, maar wel nee, een tekening of zo. Ja, ik had altijd een blaadje. Maar ik kreeg ook. Maar dat zijn ook van die dingen die had je eigenlijk al gemaakt. Maar ik kreeg ook heel vaak een briefje terug. Ja. Kreeg je dat ook? Ja. Ik heb nog een keer een briefje gekregen met dat Sinterklaas er in de gaten houdt. En dat ze echt wat liever tegen mama moet gaan doen de volgende keer. Niet echt. Yo, baby! Wij hadden ook altijd dat op een gegeven moment, ooit, zeg maar, ergens in de periode dat Sinterklaas in het land was, kwam ook altijd de rommelpiet langs. Ja, dat heb je al een keer gezegd, ja. Overhoop en echt dat is zo leuk. En dan overal laag pepernoten en dingen. En dat was dan ook altijd een briefje ergens. Dat zouden mijn ouders nooit kunnen denken. Dat is echt een leuk. Dat is echt leuk. Nou, dat was het. Ik ben aan het oppassen. De kinderen sliepen allemaal al toen ik hier kwam. Dus in principe is het niet zoveel werk. Maar het is nu tijd voor het spreekwoordelijke sokje. Aangezien het sokje niet hier is. Het is storytime. En ik ga jullie vertellen de 5 dingen die ik zo leuk vind aan kerst. Het eerste ding dat ik heel leuk vind aan kerst is eigenlijk gewoon de sfeer die het met zich meebrengt. Dus het is echt gewoon een heel knusse feestdag. En het gaat ook gewoon hand in hand met kaarsjes en met lichtjes. En het is dan donker buiten, maar dan ben je lekker warm binnen met warme dranken. En het is gewoon heel gezellig. En het is ook al is kerst maar 2 dagen, toch op de een of andere manier is het langer kerst ofzo. Je bent veel langer in de kerstsferen, door de kerstmuziek en door de lampjes overal. Dus je viert het eigenlijk een stuk langer. En dat is gewoon best wel lang zo'n knusse sfeer. Van lekker samen warm binnen zijn. En ja, dat vind ik heel erg leuk. Het tweede ding dat ik zo leuk vind aan kerst is dat eigenlijk iedereen, of in ieder geval iedereen die ik ken, vrij is. Er zijn natuurlijk wel mensen die werken op kerst, maar veel mensen zijn vrij. En dat betekent dat je toch sneller leuke dingen gaat doen. Zoals vorig jaar zijn we met Jorrit's familie gaan wandelen op het strand met z'n allen, met de hond. Niet mijn hond, maar de hond van de ouders van Jorrit. En dat was echt super leuk. En dat kan dan gewoon, omdat iedereen vrij is. Ja, dan ga je toch dat soort leuke, fijne dingen doen met z'n allen. Dat is gewoon heel leuk. Wat ik ook nog heel leuk vind aan kerst is dat er een soort van vrede op aarde ding bij is gekomen. Dat het op de een of andere manier is met kerst altijd logischer, dan ben je sneller vriendelijk tegen elkaar. Dat vinden we dan belangrijk om ook dingen te doen voor met anderen. Dingen met goede doelen of dingen inzamelen zodat mensen toch op kerst een lekkere maaltijd hebben. Nou ja, dat soort dingen. Dat echt dat vredelievende en iedereen. Ja, het is echt een ding. Op kerst mochten wij nooit ruzie maken. Dat deden we wel altijd. Mijn zus en ik, want we hadden eigenlijk altijd ruzie. Je hebt een of andere manier juist op kerst, want dan zit je juist heel hoog in je adrenaline of zo. Dan heb je ook snelle ruzie. Tenminste, wij. Maar dat mocht echt niet op kerst, want dan is het kerst en dan moeten we allemaal lief zijn tegen elkaar. En dat vind ik toch wel echt iets leuks hebben. Het vierde ding wat ik heel leuk vind aan kerst is de kerstmuziek. Dat vind ik gewoon echt heel leuk. En wat ik dus ook heel leuk vind is dat het zeg maar oké is om dat echt wat te draaien zodra Sinterklaas het land uit is. En ja, dat vind ik dus gewoon echt heel leuk dat er een langere tijd is. Dat je lekker al die leuke liedjes mag draaien en dan kun je lekker leuk op dansen.
En die liedjes die zijn ook een heel belangrijk deel van de sfeer geworden. Kijk, ik heb natuurlijk ook de klassieke kerstliedjes. Die luister ik niet. Ik luister Mariah Carey en zo. Maar dat is toch een onderdeel van de sfeer geworden. Dat vind ik heel leuk. En het laatste ding wat ik heel leuk vind aan kerst zijn de cadeautjes. Niet iedereen doet natuurlijk cadeautjes met kerst. Wij wel. En cadeautjes zijn natuurlijk sowieso leuk. Maar wat ik er vooral leuk aan vind met kerst is dat het ook echt een locatie heeft. Dus je legt het onder de kerstboom en dat ziet er zo gezellig uit. En bovendien vergroot het ook de voorpret. Want vaak als je cadeautjes krijgt, je weet vaak met je verjaardag of met Sinterklaas als je dat viert, weet je van hé, ik ga cadeautjes krijgen. Maar met kerst zie je vaak ook de cadeautjes. Ik bedoel, wij leggen ze meestal toch een paar dagen voor kerst, leggen ze al onder een kerstboom. Dus dan kun je echt wel een beetje kijken en dan zie je het. En dat verhoogt de voorpret zo erg dat je echt al weet van, oh, kijk, die is voor mij, die mag ik dan straks ook maken. En dat vind ik gewoon heel leuk. Dat maakt het gewoon, dat geeft het gewoon wat extra's in plaats van dat je het ziet meteen openmaakt. Je kan nu toch meer genieten van het cadeautjesverrassingseffect. En het ziet er gewoon heel gezellig uit onder de kerstboom, vooral als het allemaal mooi is ingepakt. Nou, dat waren de 5 dingen die ik zo leuk vind aan kerst. Als jullie ook dingen hebben die jullie heel leuk vinden aan kerst, laat het dan vooral hieronder achter. Want dat vind ik heel leuk om te weten wat mensen zo leuk vinden. Als ze kerst leuk vinden, wat het dan is, wat het dat voor ze doet, zeg maar. Ik ga nu vlogs bewerken. Ik ga nu aan mijn weekvlog van morgen. Ik heb morgen online. En ik ga aan de eerste vlog van gisteren. En als ik nog tijd over heb, ga ik ook alvast aan die vandaag. Maar ik moet wel de intro nog maken. Dat ga ik denk ik morgen doen. Dus dat kan nog niet helemaal afgemaakt worden. Maar ja, zin in. Ik ben heel benieuwd of ik er wat leuks van kan maken. Het is 10:50 en ik ben heel moe. Maar ik kreeg net een appje dat van de ouders, zeg maar, dat ze er aankomen. Dus dan kan ik lekker naar huis en kan ik lekker slapen. Daar heb ik heel veel zin in. Mijn weekvlog van morgen is af. En de eerste vlog van Vlogmas is af. Behalve dat er nog wat introotjes ingemieterd moeten worden. Maar ik ben heel tevreden over alles wat ik vanavond heb gedaan. Straks lekker slapen. Yeah. Ik ben thuis. Ik ga snel tanden poetsen. Snel slapen. En dan gaan we morgen kijken of er iets in een schoentje zit. Tot morgen. Kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Oh.